En mijn complimenten in eerste instantie mevrouw Boot, die inmiddels weg is helaas, zie ik. Of ik zie haar niet. Zij heeft als ouder van een eigen kind die, die toch niet helemaal tot terecht kwam in het reguliere onderwijs en ook niet in het speciaal onderwijs. Heeft ze zich daar hard voor gemaakt. En uiteindelijk hebben heel veel andere ouders daar aansluiting bij gevonden. En zij heeft iets blootgelegd, en dat heb ik ook al in de gemeenteraadsvergadering gezegd een tijdje terug. Zij heeft iets blootgelegd, namelijk dat er een groep kinderen niet op dit moment in het passend onderwijs of het regulier onderwijs goed tot zijn of haar recht komt. Ik ben ontzettend blij dat we nu in ieder geval een aanbod hebben voor een redelijk aantal kinderen die zich hier nu thuis voelt. Dus we gaan niet stoppen met het aanbod wat we nu hebben. Wat mij betreft gaan we hier net zo lang mee door. Kijk, het ambitie uiteindelijk is om het ergens te laten neerdalen in de bestaande structuren die we hebben. Maar het aanbod voor zoals we dat nu hebben ingericht, dat blijft bestaan voor kinderen. Dus kinderen die zullen altijd, wat mij betreft, hiervan gebruik kunnen maken. Dan toch een aantal vragen. Hoe u verder gaat, wethouder, meneer Van Schijndel van 50PLUS. Geeft u daarbij aan dat het ook doorgaat naar 2022? Wethouder. De intentie is om het eind dit jaar te gaan evalueren. En om te kijken van wat kunnen we nog beter doen. En als uit die evaluatie blijkt en uit de gesprekken met de ouders, nogmaals, daarvan hebben we gezegd dat zijn onze belangrijke partners, blijkt dat we ermee door zouden moeten gaan, dan gaan we ermee door. Als we het op een andere manier kunnen organiseren, gaan we het op een andere manier. Maar het aanbod aan zich, want dat lijkt me het allerbelangrijkste, dat stopt niet. Daar gaan we mee door.